En er is voldoende vertrouwen in de journalistiek. Dat blijkt uit de resultaten van een opiniepeiling gehouden door het Instituut voor Dienstverlening, Onderzoek en Studiebegeleiding, IDOS. Resultaten die met journalisten en journalistiek te maken hebben, zijn gisteren door socioloog en politiek analist Martin Schalkwijk bekendgemaakt tijdens de introductielezing van het tweedaagse symposium Check, Check, Double Check, dat door Stichting De Backlot wordt georganiseerd. De lezing die gehouden is in het auditorium van Self Reliance was bestemd voor journalisten, studenten en belangstellenden. De titel was Onderzoek Journalistiek, Vertrouwen, Schaamte en Cultuur. Schalkwijk combineerde zijn verhaal met de meningen van burgers van Paramaribo en Wanica, gehaald uit twee recente opiniepeilingen van Nikos. Een stelling waarop er een reactie gegeven moest worden was dat veel werknemers in Suriname broodvrees hebben en daarom niet kritisch zijn op hun werk. 86% van de mensen was het daarmee eens. Dat betekent dat veel werknemers, en dat zou dus ook voor journalisten kunnen gelden, zijn ook werknemers vaak, niet kritisch zijn van de burgers op hun werk uit broodvrees. Ik weet niet of het zo is of het voor journalisten anders is, maar het kan natuurlijk dat een hoofdredacteur of de eigenaar een journalist beperkt in zijn of haar werk en zegt nee, dat gaan we niet onderzoeken, dat is een beetje te gevoelig. Of gewoon een serieuze eigenaar, denk ik, nogmaals voor kwaliteit zou moeten openstaan en toch wel onderzoek moet laten plegen. Professor Schalkwijk, de journalisten, mediawerkers en andere belangstellenden waren vanmorgen uitgenodigd voor het tweede deel van het symposium in de conferentiezaal van Krasnapolsky. Twee dagen wordt er dus gesproken over nieuws, het belang van nieuws en hoe er goed nieuws gemaakt kan worden. Het symposium is geopend door SVJ-voorzitter Carla Boetius. De onderzoeksjournalist bij Paarbode Magazine, Zoe de Keuning, geeft aan dat goede onderzoeksjournalistiek, die gebaseerd is op feiten, mogelijk de mening van de burgers kan veranderen. Het is niet aan ons als journalisten, dus we moeten daar bewust mee omgaan, maar het is niet aan ons als journalisten om de meningen van mensen te sturen in de richting die we willen. Dus met die macht die de media heeft op politiek moeten we wel bewust omgaan. Dat was Zoe de Keuning, onderzoeksjournalist bij Paarbode Magazine. Ze sprak vanmorgen tijdens het symposium Check, Check en Double Check, georganiseerd door de stichting De Backlot, bijgestaan door de Surinaamse Vereniging van Journalisten. Het symposium wordt gehouden in de conferentiezaal van Hotel Krasnapolsky en wordt morgen afgesloten.